Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij de top 10 best bekeken video's van 2020. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Het is nog maar net 2021 en daarom kunnen we nu officieel terugblikken naar de top 10 best bekeken video's van 2020. En laten we daar meteen mee beginnen. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Op 10 staat de 500ste video van Harm en Frodo. Wat alweer zo'n 7 maanden geleden is, want ik heb net de 600ste video geüpload. En hij is echt wel ontzettend leuk geworden. Dus ik hoop natuurlijk dat jullie hem nog even kijken naar deze video. En hier alvast een klein stukje. Iedereen in de reacting schreeuwt op hetzelfde moment. With tattoos, we like getting in trouble. Op de 9e plek staat een Harm en Frodo vlog. En die deed ik niet alleen, maar samen met Tamar. De 45 minuten durende picknick met Tamar. Waarin ik haar 50 vragen ging stellen. Wat ontzettend leuk en gezellig was. Die opname was gewoon één groot plezier. En zelfs tijdens het edit heb ik daar heel veel plezier aan gehad. Dus daar kan je nu een klein stukje van zien. Nou, DiCaprio. Wil je zo'n Titanic edit maken? Ja. Ben je ooit ontslagen? Lashes and diamonds, ATM machines. De 8e video is echt weer zo'n video waarin als je mij neerzet met een paar goede vrienden, een beetje lachen, een beetje huilen, dan krijg je dit. Ik ben van mijn fiets gevallen door Lucas zijn schuld. En die video staat op nummer 47 van heel Harm en Frodo, maar op nummer 8 van 2020. En hier kan je even dat stukje zien dat ik van de fiets afval. Ja, joh. Oh, ik ga 35 kilometer per... Oh, sorry. Hey, Among Us is zo'n spel dat blijft nooit bij één potje. En jij weet dat 3 keer beter dan ik. We doen 3 potjes. We gaan helemaal geen 1 potje doen. We doen high. Ja. Maar dit moet je echt opheffen, want hier kan ik zoveel gezeik meer kijken. By myself, all of my favorite things. Op de 39ste plek op volledig Harm en Frodo en op alweer de 7e plek van 2020 staat de video die ik heb opgenomen met Leon voor de aflevering Complottheorieën over Illuminatie. De 2e aflevering die ontzettend grappig was en Leon die is een geweldig acteur. Wat zeg je? Illuminatie zit ook achter de aanslag in Londen en Manchester. Welkom bij Harm en Frodo, complottheorieën, aflevering 2, Illuminatie. Been through some bad shit, I should be a savage. Natuurlijk was 2020 ook echt een jaar met veel nieuwe beginsels. Je hebt een paar nieuwe series, zoals complottheorieën, volledig nieuw, een hele andere invulling aan Mannen lezen de vrouw, en ook nog een andere serie die nieuw was, namelijk de podcast. En de podcast heb ik met verschillende mensen gedaan, zoals Rutger, Lucas, Sam Feijen, met Leon heb ik hem ook gedaan. Maar ik heb hem ook gedaan met Thijs Romeijn. En die video, die staat op nummer 6, op nummer 38 van volledig Harm en Frodo, waarin we het gingen hebben over Thijs' leven en over hoe je het schoolsysteem kan veranderen, zodat dat dramatische systeem wel een keer werkt. Fakka, Frodo-volgers, en welkom bij een nieuwe podcast. Zo, ik hoef helemaal niks meer zelf te doen. Hallo iedereen en welkom bij deze gloednieuwe podcast. We beginnen meteen met het nieuwe segment van de podcast. En dan zijn we weer over de helft. Op nummer 5 alweer staat het jaaroverzicht dat ik heb geüpload op 1 april 2020. Mijn 17e verjaardag. En op 1 april 2020 upload ik een video die ging over de hele periode tussen 1 april 2019 en 1 april 2020. En dat was dus een video waar veel tijd in is gestoken. En hier kan je een stukje zien. Hey! Look at this guy. Hallo kijkers van Harm en Frodo. Ik ben hier nu met Guido. Guido is een hele oude vlog. Oh, hoe gaat het? Oh, ik weet niet of ik dit moet filmen voor de vlog. Weather be tied up with cause and not strings.
Als je het hebt over mijn allerbeste vrienden, heb je natuurlijk over Leon, over Lucas, over Wouter, over Tamar, maar ook over Thijs. En Thijs die deed mee in een top 10 van mij, de top 10 irritaties tijdens quarantaine. Die video staat op nummer 31 van de best bekeken video's op volledig Harme Frodo. Maar hij staat op nummer 4 van 2020 op hoeveel hij bekeken is. En die video was ontzettend grappig om op te nemen. En hij is ook ontzettend leuk geworden. Dus hier kan je een klein stukje zien. Nou ja, ik vind eigenlijk alles wel prima. Geluidsoverlast een beetje vervelend, maar doe maar een beetje water of zo. Meneer, uw water. Ja, hier. En dan zijn we alweer op plek 3 van de best bekeken video's van 2020 gekomen. En op plek 3 staat Harme Frodo Vlog 100. Dat zal jullie vast niet verbazen, want die is ontzettend goed bekeken. En de ene best bekeken Harme Frodo Vlog van 2020. Ik ga niet tijden, denk ik. Dat is niet waar. Nee, ik ben niet kindonvriendelijk. Ik ben wel in aardappelformatie. Wil je met me trouwen? Hallo. We're in a ring, but ain't gonna be no missing. En dan nog een video waarvan niemand had verwacht dat die zo hoog zou komen. En dat is namelijk een reactievideo. Hij staat op nummer 9 van volledig Harme Frodo. Maar deze reactievideo is een reactie op hitserie The Crown. De trailer van seizoen 4. De video heet namelijk ook The Crown seizoen 4 wordt een fascinerend seizoen. En hij is... Wil je mij heel even in het rust laten? Niet mij snappen tijdens opnames. Even, dat is nu een algemene regel. Niet mij snappen tijdens opnames. Je mag me altijd snappen, maar niet tijdens opnames. Maar ja, nummer 2 is The Crown video met 320 weergaven. En die was best wel grappig eigenlijk. Joblessness, recession, crises. It's a dangerous game to make enemies left, right and center. Not if one is comfortable with having enemies. Are you? Oh yes. By matching diamonds for six of my bitches. En dan, na al deze leuke, geweldige momenten en een topjaar 2020. Voor veel mensen zal het geen topjaar geweest zijn. Voor mij soms ook niet, maar voor een groot deel wel. En op nummer 1 staat met Wouter naar de Efteling voor Lucas zijn verjaardag. De allereerste vlog samen met Wouter. En die heeft nu bijna 500 weergaven gehaald. En hij is ontzettend goed ontvangen door jullie allemaal. De best bekeken Harme Frodo vlog ooit. En hij staat op nummer 5 van de best bekeken video's van Harme Frodo. En hier kan je een stukje zien. Kijk dan. Ja, dat kan. Jij cheater. Kom eraan. Welkom bij weer een goed nieuwe corona podcast. Vandaag hebben we een artikel uit 2010. Ja. En hebben we het over de derde wereldoorlog van de Russen en de virus. Dus even rondkijken ofzo, weg met die camera. Nou, wat heb ik hier te doen? Dit is echt de meest kinderachtige attractie die ik ken. Ja, Wouter zei dat het leuk was. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een gloednieuwe video. Tot ziens, tot later.